Het is vandaag Koningsdag. Daarom neem ik jullie mee in hoe je Konie Maxima tekent met inkt en aquarel. Dit is namelijk ook het laatste deel van mijn miniserie over aquarel. En waarom teken ik Maxima en niet de koning? Ik heb Willem-Alexander al eens getekend. Dat is ondertussen wel 4 jaar geleden en in een hele andere stijl. Maar vandaag is het de beurt voor Maxima. Al gaat deze video niet alleen over hoe je Maxima tekent, maar vooral over hoe je een portret maakt van iemand. Maxima vond ik best lastig, omdat ze op veel foto's gewoon een knappe blonde vrouw is. En er zijn meer knappe blonde vrouwen in Nederland. Het is makkelijker om iemand te tekenen met meer unieke kenmerken, zoals rode krullen of een opvallende bril. Kies voor jouw portret iemand met wat duidelijker unieke kenmerken. Dat maakt het makkelijker. Ik kies expres niet deze foto van Maxima om na te tekenen, maar deze foto. Dit is namelijk veel makkelijker. Want hoeveel knappe blonde vrouwen zijn er in Nederland met een kroon en een blauwe sjerp? Op deze foto is het een makkelijker herkenbaar na te tekenen. Laten we gaan kijken hoe Maxima er precies uitziet. Ze heeft een redelijk ovaal hoofd. Bij haar haar valt het me op dat ze blonde highlights heeft of lowlights, net hoe je het bekijkt, en bruine roots. Ze heeft een hele zelfverzekerde houding, heel recht. Haar oogkleur is voor mij niet heel belangrijk, omdat ik meestal stipjes of streepjes teken als ogen. Ik begin met een potloodschets. Daarna trek ik deze over met inkt door middel van een kroontjespen. Een kroontjespen geeft een mooie variatie in lijnen, zowel dikke als dunne lijnen. Als je nooit gewerkt hebt met een kroontjespen, pak dan vooral een fijnlijner. Een kroontjespen kan aan het begin nog heel veel geknoei geven en je wil geen vlekken in je tekening. Misschien dat ik ooit nog een aparte video maak over kroontjespen. Maar dat is eigenlijk gewoon vooral vaker oefenen. Een tip, trek de buitenste lijn van het portret over, oftewel de contouren, maak die lijn wat dikker. Op die manier wordt de tekening meer één geheel. Als de inkt helemaal droog is, gum ik de potloodlijnen voorzichtig weg. Ik probeer niet meer te gummen dan nodig, want om te gummen beschadig ik het papier ietsje, wat het gebruik van aquarel wat lastiger kan maken. Ik werk van licht naar donker. Bij blanke mensen is meestal de huidskleur het lichtste. Ik vul eerst alle vlakken in met de lichtste kleur, pas daarna komen de schaduwen. Haar jurk kan wat lastig zijn, omdat haar huidskleur en de kleur van de jurk vrij veel op elkaar lijken. Ik heb onderin het papier wat testswatches gemaakt van kleuren waar ik over twijfelde, om het gewoon eerst even te checken voordat ik het daadwerkelijk in de tekening toepas. Bij het haar deed ik per ongeluk toch eerst de donkerste kleur. En dat werkte niet handig, dus dat probeerde ik later weer lichter maken met een keukenpapiertje en ging toen alsnog met het blond verder, voordat ik er verder het bruin erin zette. Waar nodig laat ik tussendoor de tekening drogen.
En als laatste voeg ik witte details toe met een witte Posca-stift.